Goedenavond, guys. Wauw, het is donker. Het is al echt donker. Maar vandaag zijn we in Anderlecht. Ik ben niet alleen. Ik ben hier met de boys. Yes, sir. Vandaag is het niet zomaar een wedstrijd. De play-offs beginnen en Anderlecht speelt tegen Antwerp. Het wordt een lijpe wedstrijd. Dat durf ik jullie te beloven. Voor wie ik ben? Welke kleur heb ik aan? Nee, ik ben neutraal. Ik ben altijd neutraal. We staan hier nu aan te schuiven voor onze pick. Wat is jouw pronostiek? Pronostiek? Ja. Ik denk een goede 3-1. Mijn vriend Jill, pronostiek. Ik doe niet aan pronostiek. Wat? Ik weet niet, omdat ik toch altijd naast zit. Oei, ik jinx alles, bro. Als ik zeg de ene ploeg wint, de andere wint. Als ik zeg gelijk, ze winnen allebei niet. We gaan het zien. Ik stop met pronostiek. Op goed gevoel dan. We hebben zo net onze tickets gescand en we gaan nu naar binnen om een bandje te halen. Dus laten we gaan. Ik heb wel niet de juiste kleuren aan om eerlijk te zijn. Dit is represent. Goeie lood. Ja, Jules. Hey, ik ga niet eens liegen. Sfeer en gezelligheid 10 op 10. Kijk een lichtshow. Niks om over te zeggen. De spelers zijn er alleszins klaar voor. Ik ben er klaar voor. Dit wordt sowieso een gekke wedstrijd. We gaan het zien, we gaan het zien. En daar is de aftrap. De wedstrijd is nu al 10 minuten bezig. Anderlecht had één poging, jammer genoeg niet kunnen afwerken. Maar de sfeer zit er alleszins wel gewoon in. Ja, Antwerp speelt wel lekker voetbal. Ze creëren kansen, maar ze komen niet aan het doel. De passes zijn wel lekker. En deze? Hey, smoe man, er staat niemand. Stabiele onderschepper van Sardella hoor. Maar die jongen gaat het sowieso verschoppen. Zeer stabiel, zeer stabiel. Zoals je kan zien gaat de wedstrijd er wel stevig aan toe om eerlijk te zijn. Die mannen gaan vol in hun duels en zo. Alleen maar lekker. Maar er moeten ook wat doelpunten vallen. Eigenlijk, dit kon het wel zijn. Hij heeft te veel tijd genomen. Hij had ruimte, dus hij moest gewoon netjes plaatsen. Maar ja, Anderlecht zal meteen terug aan de bal. En Sardella is toch... Oeh! Dit is wel een overtreding, sowieso. Harris, het gaat er hard aan toe, ik zei het jullie. Oeh, Harris. Ja, rode kaart, dat staat op de bon. Antwerp is met 10 man nu. Shit. En de sfeer is ook lijp. Eerste helft zit erop. Het was een stevig duel, maar geen doelpunten. Of die rode kaart terecht was, op het eerste zicht nee. Weet je wat mijn ding is? In de tijdperk van de VAR, als hij deze beweging maakt en je raakt iemand, heeft geen bal. Ja, dan ga je eraf. Ook al was dat niet... Dat is niet die vuile tackle nee, zo. En hij is al een paar keer weggekomen met die fout zo. Klopt. Op Gent. Dus voor jou was het wel goed terecht?
in het VAR-tijdperk is dat terecht rood. Maar als hij hem niet geeft en er is geen VAR, snap ik het rood. Okay. Maar het was wel een overtreding. Ja, hij niet ja sowieso, was sowieso. Ik ben benieuwd naar de tweede helft, alles is. Dus let's go. Kijk, zien we hier even. Wauw. Wow. Ik ben even ergens anders gaan zitten in de tweede helft. Maar ik zie dat Anderlecht met hoge druk komt. Oh, doelpunt, Anderlecht, Sardella. Wauw. De goal van Sardella had ik net niet op beeld, maar daarom, replay. Thank God dat dit stadion replay heeft. Maar ja, het staat dus 1-0, de sfeer zit echt lekker. Stabiele aanval van Zeno hoor. Houd die jongen in de gaten. Zeno is iemand met potentie. Trap, trap ze mee! Die mensen zeggen, ah, we moeten alleen regulier competitie. Bro. Ik ben er één van. Maar de playoffs zijn niet te leuren. Playoffs zijn next level. Bro, in één actie misschien 4 schoten op doel of zo. Wat was het voor jou? Was dit een penalty? Kijk, omdat Amuzu is penalty, maar Buté is mijn guy. Dus geen penalty, dus laten we beslissen. Let's go, dokter! Let's go, dokter! Wat een sprint. Offside. Oh! Nee, dat is goed. Geen beslissing is de beste beslissing. Kies is verliezen. Onthoud dat. Het is nog steeds lijp om te beseffen dat Thorgan Hazard voor Anderlecht loopt. Dat is gestoord. Maar kijk, Thorgan Hazard ook, ja. Hij kent ons, want hij heeft de podcast met hem gedaan. Oh ja? Dus, oké, ga je hem roepen? Als hij kijkt, Gaan we deze doen. En dit was het dan. En de wedstrijd verdient gewonnen van Anderlecht 3 punten in de pocket. Dat waren de sterkere tegenstanders. En ja, jammer voor Antwerp, maar het ziet er goed uit voor Anderlecht. Uiteindelijk om onze vlog te beëindigen, is Zeno er ook nog. Uit de kooi, ja. Oei, ik ga helemaal stuk.